Voorzitter, 505 dagen met een meerderheidscoalitie, hoe klein ook. En na al die tijd kan het kabinet weinig tot niets aan groene maatregelen tonen. Het regeerakkoord ging al vrijwel uitsluitend over maatregelen die door het volgende kabinet genomen zouden moeten worden. En wat er aan maatregelen is genomen, zou hoofdzakelijk bij de burgers terechtkomen. Een hogere energiebelasting van pakweg €350 per huishouden. Daarmee, voorzitter, is het draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid flink beschadigd. En hetzelfde uitstel- en afschuifgedrag geldt voor het klimaatakkoord. En de twee planbureaus gaven het akkoord dan ook een dikke onvoldoende. Voorzitter, de inkt van de doorrekeningen was nog niet droog of de minister-president toverde een paar groene beloftes uit zijn hoge hoed. Onuitgewerkt. Het klimaat redden op de achterkant van een bierveeltje. En, voorzitter, ongeloofwaardig. Schone woorden met vuile daden. Want nog geen twee weken geleden heeft het kabinet een belang genomen van meer dan €700 miljoen in het zwaar vervuilende Air France KLM. En nu deze vlucht naar voren. Over de verkiezingen heen mooi weerspelen. Als het eerst maar lente wordt, of liever nog zomer, dan zal de kiezer wel wat milder gestemd zijn. Dan heeft het kabinet in elk geval de verkiezingen van de Staten en de Eerste Kamer overleefd. Burgers wordt nu weer een lagere energieheffing beloofd en grotere bedrijven een hogere. Bedoeld om nog net even voor de verkiezingen de indruk weg te nemen dat het kabinet er vooral zit voor multinationals. En zo krijgt de industrie misschien te maken met een CO2-belasting. Onduidelijk is dat of dat nog in deze kabinetsperiode gaat lukken. Maar de grootste vervuilers, landbouw en luchtvaart, ontspringen zeer waarschijnlijk de dans opnieuw. Graag meer duidelijkheid daarover. En de uitwerking, voorzitter, volgt na de verkiezingen. En de minister-president heeft al gezegd dat het wel verstandig moet om bedrijven niet uit Nederland te jagen. En achter dat woordje verstandig, voorzitter, gaat een heel wereld schuil. Een wereldschuil van neoliberalisme, marktwerking en het veiligstellen van de internationale concurrentiepositie, wat we ook al gezien hebben bij de klimaatwet. Volgens de minister-president gaat de landbouwsector een extra bijdrage leveren. En hoe, voorzitter? Door de vervuilende veehouderij subsidie te geven. En daarmee is het LTO wel gelukt waar Shell niet in is geslaagd, namelijk de belastingbetaler wederom te laten opdraaien voor de kosten van het opruimen van de, excusez-moi, shit die de veehouderij veroorzaakt, letterlijk. De boerenlobby gaat er al vanuit dat de subsidie bedoeld is voor mestfabrieken en potdichte stallen. Het PBL, het planbureau, stelt echter net als de Raad voor de Leefomgeving dat een inkrimping van de veestapel onvermijdelijk en veel effectiever is. Maar die heilige koe durft het kabinet niet bij de horens te vatten. Het kabinet loopt ver achter op de reductie-eis die de rechter twee keer uitsprak in de Urgendazaak. En ook nu weer probeert het kabinet met praatjes de gaten te dichten. En het kan zo simpel zijn. Als Nederlanders 3 dagen in de week geen vlees zouden eten, zou dat evenveel besparing aan broeikasgassen opleveren als 3,3 miljoen auto's van de weg halen. Voorzitter, het cliëntelisme van met name de CDA en VVD voor de hardwerkende agrariër staat politieke ambitie en visie in de weg. Het klimaatbeleid wordt gereduceerd tot koopkrachtplaatjes en valse hoop voor de toekomst. En wie gelooft nu nog oprecht dat dit kabinet werkelijk iets wil doen aan de klimaatcrisis? ChristenUnie en D66 hebben zich in het pak laten naaien door CDA en VVD. En uit angst voor zetelverlies proberen ze nu de schade te beperken. En voorzitter, op 20 maart kunnen kiezers laten weten dat zij het kabinet het klimaat niet toevertrouwen. Scholieren lieten dat vandaag ook al weten dat zij een radicale koerswijziging willen. En meer dan 40.000 mensen gingen afgelopen zondag in weer en wind de straat op om te protesteren. Over 6 dagen zijn de stembussen open. Voorzitter, het verzet groeit en mede ben ik daarom ook van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.